Hoi, hallo, daar ben ik weer. Deze knappe jonge dame die staat op fine art papier. Zoals je weet, als je die achter glas doet, dan spiegelt het. Kijk maar eens. Nou, dit is echt glas, dus dat geeft ook meteen 100% reflectie. Dat is zonde, want daarom heb je natuurlijk geen fine art gekozen. Dus wat gaan we doen? We gaan de fine art op het glas lijmen, zodat die strakjes mooi in de lijst past. Het glas is A4, dit voorbeeld is 20x30, het past net niet, let daar ook op. De beste lijm die je kan gebruiken om een fine art op het glas te lijmen, geen oplosmiddelen heeft, het liefste volledig op basis is van natuurlijke ingrediënten. Klinkt heel duur, maar er is maar één oplossing, Prit. Super makkelijk, is niet eens echte Prit trouwens, dit is Pelican. Without solvent staat er wel op, dat is wel belangrijk. Achterkant van de foto. Zo. Ik wil wel het volledige oppervlak met Prit besmeren. Het zou jammer zijn als die over een aantal jaren wat bol gaat staan. Zo. Wat je nu het beste kan doen, glas aan de bovenkant, heel veel gewicht erop. Nou, een tijdje wachten tot die droog en plat is. Nou zit die zeker vast. Bovenop het papier, glasplaat eronder, daaronder weer die achterkant. De maat klopt niet, dus je ziet nog net de spiegeling van het glas aan de onderkant. En dat maakt juist het voorbeeld extra sterk. Het enige wat je nu moet doen, lijststof vrijhouden. Droge, zachte doek of een plumeau over je foto heen. Niet met een microvezeldoek, die poetst namelijk de inkt weg. Ook niet met een natte doek, vanzelfsprekend. Geniet van je foto's, heel veel plezier, dankjewel. En heel graag tot de volgende keer. Graag tot ziens, doei doei!